Kan je iets zo zeggen over de schoonheid van virussen? Virussen zijn absoluut fascinerend. Als je naar buiten de natuur ingaat, dan zie je planten en dieren, bacteriën, schimmels. Wat je niet ziet is dat al die planten, dieren, bacteriën en schimmels virussen bij zich dragen. En niet één, maar meerdere. En dat de biodiversiteit van virussen dus vele malen groter is dan de biodiversiteit van wat je met het blote oog kan zien. En die virussen zien er allemaal anders uit. Ze behoren tot grote families. Maar als je die onder een elektronenmicroscoop bekijkt, dan zie je soms prachtige symmetrische structuren, soms staafjes, soms zijn het ook hele lelijke polymorfe schepsels. En wat bijzonder is aan die virussen natuurlijk, is dat de meeste van die gastheren worden niet ziek of gaan er niet aan dood. Die virussen zijn compleet onschuldig. Maar tegelijkertijd zijn er ook een heel beperkt aantal van die virussen die vervolgens echt een enorme ravage aan kunnen richten in hun gastheer. En dat is natuurlijk bijzonder, dat je zo'n heel klein schepseltje in een groot organisme als bijvoorbeeld een olifant zo'n enorme schade kan aanrichten. Zijn het levende wezens? Is het leven? Nou, de virussen hebben erfelijk materiaal en zijn dus wat dat betreft precies hetzelfde opgebouwd als bacteriën of schimmels of planten of dieren. Maar ze leven formeel niet, omdat ze geen metabolische activiteit hebben zelf. Ze zijn volledig afhankelijk van een gastheer om dat erfelijk materiaal te vermenigvuldigen. Dus het leeft niet, het is wel een organisme op basis van het erfelijk materiaal. Wat is uw fascinatie met virussen? Nou, virussen zijn ongelooflijk divers. Als je de natuur in gaat en je ziet allemaal planten, dieren, schimmels, dan ziet het er prachtig uit, enorm divers. Maar wat je niet realiseert is dat al die organismen virussen bij zich dragen en dat meerdere virussen per gastheer zijn. En dat dus de biodiversiteit van virussen vele malen groter is dan wat je met het blote oog kan waarnemen. En nagenoeg alle van die virussen veroorzaken eigenlijk geen serieuze problemen in hun gastheer. Er zijn er slechts een paar, echt een heel beperkt aantal virussen wat ziekte of dood veroorzaakt in die gastheren. Maar in zo'n geval is het natuurlijk bewonderenswaardig dat zo'n heel klein onzichtbaar organisme in staat is om bijvoorbeeld een olifant om te leggen. Mag je zeggen dat de aarde min of meer bevolkt wordt door virussen? Ja, de diversiteit van virussen is dusdanig dat je rustig kan stellen dat de aarde eigenlijk van de virussen is. Er zijn ook evolutietheorieën waarbij gedacht wordt dat al het leven op aarde uiteindelijk voortkomt uit hele kleine, zichzelf vermenigvuldigende stukjes erfelijk materiaal, wat eigenlijk een virus is. Dus dat virussen de basis vormen van alles wat leeft op aarde, dat is een van de heersende theorieën in de evolutietheorie. En daar zijn ook wel heldere aanwijzingen voor. Hè. Het erfelijk materiaal van de mens bestaat voor een heel groot deel uit elementen die ooit virus zijn geweest. En die virussen hebben ongelooflijk bijgedragen aan de evolutie van de mens. Het feit dat wij een placenta hebben, niet ik, maar dames, een placenta hebben, is te danken aan wat ooit virussen zijn geweest. Dus het ontstaan van zo'n placenta kon alleen maar gebeuren doordat een virus ooit in het erfelijk materiaal van een organisme terecht is gekomen. En zo zie je dat virussen echt een heel erg belangrijk onderdeel uitmaken van de evolutie van alles wat we nu op aarde zien. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het virus de aarde veroverd heeft. Nou ja, dat is een beetje moeilijk. Hè? De kip en het ei is dit. Eerst waren er virussen en vervolgens is er iets geëvolueerd wat groter is. Dus eigenlijk heeft de mens de aarde veroverd op het virus door gebruik te maken van die virussen zelf. Dus dat is eigenlijk, denk ik, meer een correcte voorstelling van hoe het ongeveer moet zijn gegaan. Wij hebben de wereld veroverd op het virus. Wij leven nu dankzij het bestaan van die virussen. Dankzij die virussen zijn wij wat we zijn. Zijn ook planten wat ze zijn, zijn ook dieren wat ze zijn. Maar wij hebben nu, wij kunnen nu ook iets doen aan virusinfecties. We kunnen nu virussen bestrijden met medicijnen, met vaccins, met preventieve maatregelen. Dus zijn we wel de wereld aan het veroveren op de virussen. Ja. Wat was uw
persoonlijke motief om met virus aan de slag te gaan? Ik ben afgestudeerd in 1984. Op dat moment werd net duidelijk dat HIV de veroorzaker was van AIDS. En ik kreeg een baan in mijn schoot geworpen waar ik absoluut geen nee op kon zeggen. Tot dat moment dachten we eigenlijk dat we de wereld van de virussen wel hadden klein gekregen. We hadden smallpox, pokken uitgeroeid, mazelen waren we aan het uitroeien. En we dachten eigenlijk dat de virussen wel van de kaart zouden verdwijnen. En toen kwam AIDS. Daarna kwam ook nog hepatitis en andere grote virusinfecties. En ik kreeg dus de kans om aan AIDS te gaan werken. En daar heb ik de eerste 10 jaar van mijn carrière met veel plezier aan gewerkt. Maar aan het eind van die 10 jaar en heel veel bazaal wetenschappelijk onderzoek... zijn mensen met AIDS nu in leven te houden. We kunnen het nog niet volledig genezen, maar we kunnen wel zorgen dat mensen niet meer vroeg doodgaan aan AIDS. En daarmee had ik een beetje het gevoel dat mijn werk, dus het basale virologiewerk aan AIDS, er wel op zat en dat ik beter iets anders kon gaan doen. En toen ben ik aan een luchtwegvirus gaan werken. Jullie lab wordt gezien als jullie laboratorium wordt gezien als een soort toplaboratorium. Hoe komt dat? Nou, dat komt eigenlijk door de visie van de hoogleraren die daar voorheen de tent hebben gerund. Die afdeling draait al heel lang als een virologieafdeling. Eerst onder hoogleraren Mulder en Mazurel en dan Osterhaus. En die hebben daar een team van wetenschappers bij elkaar gebracht wat heel erg divers is, multidisciplinair. Dus dat gaat van ecologen tot pathologen, immunologen, virologen. Noem het allemaal op. Alles zit daar bij elkaar. En er zijn allemaal relatief jonge mensen die allemaal ongelooflijk enthousiast zijn. En die dus samen eigenlijk ieder probleem in de virologie kunnen analyseren. Alle tools die nodig zijn om virologisch onderzoek te doen, die zijn daar aanwezig. En dat is eigenlijk te danken aan 50 jaar virologie lab in Rotterdam. Jullie hebben een groot archief, een nieuw laboratorium nog? Ja, we hebben een enorme collectie aan virussen uit mensen en dieren. Die dateert terug tot ongeveer 1930 zullen die archieven beginnen. Er staan hier enorme aantallen vriezers vol met monsters van mensen en dieren. En vol met virussen die daaruit geïsoleerd zijn. En daar doen we dus heel veel onderzoek aan. Wilde dieren zijn onder andere vogels, maar ook vleermuizen en dierentuindieren. We hebben ooit onderzoek gedaan aan Serengeti lions en zaken als dat. En daarnaast hebben we inderdaad faciliteiten die ons toestaan om met die virussen te werken. Sommige van die virussen zijn natuurlijk ziekmakend. En daar kan je dus niet zomaar mee op tafel werken. En daar hebben we speciaal labs voor gebouwd. Dat zijn zogenaamde BSL-3 lab, Biosafety Level 3. En daar kan je veilig met die virussen werken zonder dat mensen het risico lopen daar besmet te raken. En ook zonder dat schurken die virussen bij ons kunnen komen stelen. Dus we hebben die labs beveiligd op 2 manieren. En daar kunnen we onderzoek doen aan die virussen, zowel in cel- en weefselkweeksystemen als in proefdieren. Ja, je moet de virussen binnenhouden en kwaad willen uitbuiten. Ja, dus we kennen eigenlijk 2 soorten veiligheid in de labs waar we werken. De ene is biosafety in het Engels, de andere is biosecurity. En biosafety betekent zoveel als de gevaarlijke virussen weghouden bij mensen. En biosecurity betekent eigenlijk gevaarlijke mensen weghouden bij virussen. Om misbruik te voorkomen. Nou, zit u zelf in de luchtwegvirussen, onder andere. Wat voor onderzoek doen jullie precies? Nou, ons onderzoek gaat eigenlijk van het extreme begin van die luchtwegvirussen tot aan het extreme einde. Mijn onderzoek is gericht op de evolutie van die griepvirussen. En dan beginnen we bij de natuurlijke gastheer van die virussen. Dat zijn wilde vogels, met name eenden en meeuwen. En dan doen we veldstudies aan en we proberen de evolutie en verspreiding van die virussen in wilde vogels te begrijpen. Vervolgens kunnen die virussen, sommige van die virussen, kunnen overspringen naar pluimvee. Kunnen ze niet allemaal en we proberen te begrijpen waarom sommige van die virussen wel kunnen overspringen en andere weer niet. En als we dat weten kunnen we misschien in de toekomst die uitbraken in pluimvee voorkomen. In pluimvee kunnen sommige van die virussen, H5 en H7 griepvirussen, kunnen evolueren tot hoogpathogene vormen. Dat zijn virussen waaraan kippen binnen 24 uur komen te overlijden.
We hebben geen idee hoe dat werkt. En dat proberen we uit te zoeken. Waarom alleen die twee virussen? Waarom alleen in kippen? Waarom gebeurt het niet in eenden? En ook daar proberen we eigenlijk de evolutie te begrijpen van die virussen. Om er vervolgens wat mee te doen. Nou, als die virussen dan eenmaal in pluimvee zitten, kunnen ze ook weer overspringen naar varkens. Dan kijken we ook wat er in varkens gebeurt. Maar als het in dieren zit, in landbouwhuisdieren zit, dan kunnen ze ook overspringen naar mensen. En ook dan zie je weer evolutieprocessen plaatsvinden, waarbij die virussen zich aanpassen aan een nieuwe gastheer, de mens. En ook dat proces proberen we te begrijpen, dat evolutieproces, en in kaart te brengen. En dan de laatste stap is als een virus eenmaal in staat is om te verspreiden tussen mensen onderling. Hè, dan wordt het endemisch in mensen, komt het iedere winter terug als de wintergriep. Daar proberen we te begrijpen hoe dat virus dan vervolgens evolueert om te ontsnappen aan ons afweersysteem, waardoor soms de griepprik niet werkt. En dus we proberen op alle facetten van het griepvirus, van de wilde vogels tot aan epidemieën in de mens, proberen we te begrijpen hoe die evolutieprocessen lopen, om vervolgens interventiemaatregelen te kunnen nemen om uitbraken in pluimvee te voorkomen, pandemieën in de mens te voorkomen en om bijvoorbeeld betere griepprik te maken. Dus de studies aan evolutie van zo'n virus, die staan ons toe om compleet nieuwe interventiestrategieën te ontwikkelen. Ja, die griepvirussen kunnen behoorlijk tekeer gaan. Ja, dus er zijn eigenlijk twee verschillende soorten activiteit van griep in de mens. Eén is epidemieën en de andere is pandemieën. Die pandemieën die kunnen ongelooflijk heftig zijn. Een pandemie is een wereldwijde uitbraak van een virus wat voorheen niet in mensen voorkwam. En we hebben in 1918 een pandemie gehad met 50 miljoen doden. De laatste pandemie, 2009, was natuurlijk een stuk milder. Maar die pandemieën willen we natuurlijk in de toekomst voorkomen. Historisch gezien hebben die iedere 20, 30 jaar plaatsgevonden. Kunnen we terugzien in de historie over de laatste twee eeuwen heen. En wat we nu proberen te doen is in de toekomst dit soort pandemieën voorkomen. Want we weten niet of de volgende weer een milde pandemie zal zijn of misschien eentje net als 1918. Waarbij weer tientallen miljoenen mensen zouden sterven. En dat willen we voorkomen. Nou, wat we weten van die pandemische virussen, dat zijn dus virussen die uit het dierenrijk overspringen naar de mens. En die vervolgens in de mens de capaciteit verwerven om via de luchtwegen te worden overgedragen. Door hoesten, niezen en ademhalen. En dat is wat een pandemisch virus onderscheidt van al die andere virussen in het dierenrijk. En wat mijn onderzoeksgroep probeert te doen, is proberen te begrijpen wat er nu moet gebeuren in zo'n virus om overdraagbaar te worden via de luchtwegen. En dat doen we natuurlijk aan de ene kant om puur voor de fundamentele kennis. We hebben nu absoluut geen idee wat een virus overdraagbaar maakt tussen mensen. Maar de achterkant van het verhaal is natuurlijk dat we willen proberen om, als we dan begrijpen hoe dat werkt, kunnen we er dan ook iets tegen doen. Kunnen we dan nieuwe interventiestrategieën ontwikkelen op grond waarvan je een pandemie straks kan stoppen en daarmee enorm sterfte voorkomen. Dat is het grote doel van onderzoek zoals ik dat doe. Nou heeft dat onderzoek jullie in 2011 flink in de problemen gebracht. Vertel eens wat er toen gebeurde. Nou, in 2011, eigenlijk moet ik een stapje teruggaan. In 2007 zijn wij begonnen met onderzoek aan de overdraagbaarheid van dierenvirussen in de mens. In 1997 hebben we voor het eerst vogelgriepvirussen gezien die mensen kunnen infecteren en waaraan mensen komen te overlijden. Dat zijn ongelooflijk virulente vogelgriepvirussen. En sinds 1997 ligt eigenlijk de vraag op ieders tong van: kan het zo zijn dat dit virus, zo'n virulent virus, de volgende pandemie gaat veroorzaken, waarbij je mogelijk een pandemie zou krijgen die te vergelijken is met de Spaanse griep? Nou, om dat te weten, moeten we weten of dat H5N1 vogelgriepvirus daadwerkelijk overgedragen kan worden via de luchtwegen tussen zoogdieren. Liefst tussen mensen, maar dat kunnen we natuurlijk niet uitzoeken. Dus wat we hebben gedaan is experimenten ontwikkeld waarbij we dit in proefdieren kunnen uitzoeken, in fretten. En we hebben nu experimenten gedaan waarbij we een H5N1 vogelgriep hebben gemuteerd, hebben we genetisch veranderd op basis van alle kennis die we hebben over de pandemieën van de laatste eeuw. En vervolgens hebben we dat virus in de luchtwegen, bovenste luchtwegen van een fret geïnoculeerd. En dat virus laten aanpassen aan de fret door het virus gewoon te laten vermenigvuldigen in die fret, in de bovenste luchtwegen.
En vervolgens kan je dan kijken of dat virus uit die luchtwegen van die fret kan worden overgedragen door niezen of hoesten of ademhalen naar andere fretten. En zo hebben we in 2011 voor het eerst aangetoond dat het H5N1 vogelgriepvirus uit Azië, dat dat daadwerkelijk airborne kan worden. Dus overdraagbaar via luchtwegdruppeltjes en aerosol. Nou, dat was nieuw. Dat heeft nog nooit eerder iemand laten zien. Dat betekent natuurlijk aan de ene kant dat we uit moeten kijken met dat H5N1-virus. En dat geeft dus een waarschuwing af aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de landen in Azië waar dit soort uitbraken spelen. Maar het geeft ons ook fundamentele kennis over hoe zo'n virus nou airborne wordt. Dat die informatie kunnen gebruiken in surveillance-studies om te zien of er misschien dit soort virussen in het veld al aan het ontstaan zijn. En als dat zo is, dan kunnen we daar natuurlijk gaan ruimen. Maar bovenal is dit natuurlijk basale fundamentele kennis waar wij in de virologie echt op zaten te wachten. We begrijpen van geen enkele virusfamilie hoe die overdraagbaarheid ontstaan. En hier hebben we twee virussen, een origineel H5N1 vogelgriepvirus en één die airborne is. En we kunnen nu precies uitzoeken wat er moet gebeuren voor zo'n virus om airborne te worden. Dat is natuurlijk prachtige wetenschappelijke kennis. Helaas waren de Amerikaanse overheden bang dat terroristen, schurkenstaten of andere idioten, die kennis zouden gaan gebruiken om ook andere virussen airborne te maken en daarmee als biologisch wapen te gaan inzetten. En als gevolg van die angst van de Amerikaanse overheid werd onze publicatie in eerste instantie verboden. We mochten onze methode en resultaten niet naar buiten brengen. Nou, daar hebben wij natuurlijk tegen geageerd, omdat die informatie die in die manuscripten staat, ja, heel misschien wel misbruikt zou kunnen worden. Maar wat veel belangrijker is, is dat het zeker de wetenschap vooruit helpt en de publieke gezondheid. Door uitbraken te gaan ruimen en pandemieën uiteindelijk te voorkomen, denk ik dat we veel meer levens besparen dan het achterhouden van een manuscript als het onze. Dus daar is maanden van discussie overheen gegaan, maar moet je dit soort werk nu al publiceren? En uiteindelijk heeft de Amerikaanse overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie en de Nederlandse overheid gezegd van ja, dit werk moet je publiceren, dat is belangrijk, want het brengt de wetenschap en de volksgezondheid verder. Maar toch ging het zover dat mensen u persoonlijk gingen bedreigen, gingen kwalijk nemen dat u dat gedaan had. Ja, wat er natuurlijk gebeurt oktober 2011 kregen wij van de Amerikaanse overheid te horen dat het manuscript niet gepubliceerd mocht worden. De methode en de resultaten mochten niet openbaar gemaakt. En wij mochten daar ook niet over communiceren. De Nederlandse overheid nam dat advies over. Met als gevolg dat er in de lekenpers het idee ontstaat dat wij iets hebben gedaan wat het daglicht niet kan verdragen. Dus in de lekenpers komt dan naar buiten van het lab van Fouché heeft een biologisch wapen gemaakt waarmee straks de hele wereld vernietigd zou kunnen worden. De New York Times schreef daar zelfs een idiote editorial over, noemde dit het Doomsday Virus. Maar dat deden zij natuurlijk alleen maar omdat zij de feiten niet kenden. Juist door het achterhouden van die manuscripten en door het niet delen van wat we nou werkelijk gevonden hadden, krijg je zo'n enorme commotie in het algemene publiek, gewoon door een gebrek aan kennis. En wij werden niet toegestaan om daar tegen in te gaan en uit te leggen wat het nou wel betekende. En daardoor kwam inderdaad in de lekenpers een soort van hetze op gang tegen mijn onderzoeksgroep en ook tegen mij als persoon. Ja, want u werd ook echt persoonlijk bedreigd. Ja, op het internet zijn al snel bedreigingen te vinden van die meneer rijdt in zo'n en zo'n auto en die moet je maar van de weg afdrukken. En zijn kinderen gaan daar en daar naar school. Ja. Zo ver ging dat, ja. Helaas. En dan zitten de politieagenten voor de deur in mijn kantoor en dan rijden de politieauto's door de straat. Ja. Jammer. Denk je daar nog wel eens aan terug? Hoe dat... Ja, dit zijn zaken die als wetenschapper natuurlijk heel hard raken. Dit zijn niet zaken waar wij mee opgroeien. Normaal gesproken zijn wij volledig transparant in alles wat we doen. We werken met studenten, met buitenlandse gasten. We communiceren vrijelijk. We hebben academische vrijheid. We hebben persvrijheid. En wij worden met belastinggeld betaald. Dus wat wij doen, doen wij met de hele wereld, liefst. En nu leek het erop alsof wat ik gedaan had
met belastinggeld. En dat het meer van belang was voor biologische wapens, hè, tegen de volksgezondheid dan voor de volksgezondheid waarvan ik dacht dat ik eraan werkte. En dus die switch, zeg maar, in de perceptie van het soort werk wat wij doen, dat is natuurlijk heel erg, dat komt heel hard aan. Dat was een soort Dr. Strangelove. Ja, je wordt ineens een soort Dr. Strangelove. En die sketches of tekeningen waren ook op het internet wel te vinden, waar ik werd afgebeeld als Mengelen of Strangelove. Dat gaat ook maar heel ver, hè? Ja, dat gaat ongelooflijk ver. Helaas is het zo dat dat allemaal gedreven wordt door op dat moment een gebrek aan informatieuitwisseling. En dat laat wel zien hoe belangrijk het vrije woord, zowel niet alleen voor de pers, maar ook voor de academie is. Het vrije woord is gewoon ongelooflijk belangrijk. En wij kunnen ons alleen maar verdedigen als wij aan iedereen uit mogen leggen wat we doen, waarom we het doen en hoe we het veilig doen. Heeft u nog wel eens het gevoel dat u achterop moet kijken voor uw eigen veiligheid? Nou, zelfs in de periode dat wij op internet bedreigd werden, heb ik me eigenlijk nooit echt onveilig gevoeld. Ik heb altijd gedacht dat het een paar idioten waren die niet zoveel uit zouden kunnen halen. Er was wel een serieuze interesse van de politie om mij toch te waarschuwen. Dus er zal wel iets hebben gespeeld. Maar ik heb dat toch altijd vrij soepeltjes opgepakt voor mezelf. Voor mijn vrouw en kinderen iets minder. Daar zijn we iets voorzichtiger mee omgegaan. Maar ik denk dat ik me iets vrijer heb beweegd dan mijn kinderen op dat moment. Het toont ook aan hoe diep de angst voor virussen zit. Ja, kijk, de virussen hebben niet zo'n hele goede naam in de wereld, hè. Dus een virus, daar word je ziek van, dat is de gedachte. En virussen kan je niet zien. En dus zijn virussen eng. Maar wat mensen zich niet realiseren is dat virussen overal zijn. Als je gaat zwemmen in de zee, dan zwem je in een soep van virussen. Als je zwemt in een meertje, dan zwem je in een soep van virussen. En er gebeurt helemaal niks. Dus de meeste van die virussen zijn onschuldig. De meeste van die virussen zijn alleen maar ziektemakend in één gastheer op zijn hoogst. Een kippenvirus is in normaliteit niet gevaarlijk voor de mens. Maar er zijn natuurlijk heel veel films gemaakt waarbij mensen veranderen in zombies als ze geïnfecteerd worden door een virus. Of waar ieder virus 99% van de wereldbevolking uitroeit op die ene held na die dan een vaccin vindt. He, dus dat zijn de films waar we mee te maken hebben en waar het grote publiek vertrouwd mee is. Maar dat is dus verre van de werkelijkheid van wat virussen zijn en wat je ermee kan. Maar toch is de opdracht van jullie laboratorium ook veelal om het virus te verslaan, om het onschadelijk te maken. Ja, laboratoria zoals de mijne, die doen eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant proberen ze virusinfecties te verslaan door medicijnen of door vaccins te maken. Aan de andere kant doen laboratoria als mijn ook onderzoek aan die virussen om juist toepassingen te kunnen gaan creëren. Bijvoorbeeld om mensen te genezen of om gewoon de fundamentele kennis van de biologie te verbeteren. Ja, dat is van belang. Jullie zijn in staat, langzaam maar zeker, om de evolutie van zo'n virus te voorspellen. Ja, dus al die studies die wij doen aan de evolutie van griepvirussen van wilde vogels tot aan de epidemie in de mens, die zijn erop gericht om die evolutie te voorspellen. En dan beginnen mensen soms wat te lachen, want je kan toch niet de evolutie voorspellen. En dat is inderdaad ook bijna niet te doen, bijvoorbeeld over hoe mensen er over 10.000 jaar uit zouden zien. Maar voor virussen is dat toch een stuk makkelijker. Want virussen hebben maar een heel kleine hoeveelheid erfelijk materiaal. En een griepvirus zijn eigenlijk maar 15.000 bouwsteentjes in het erfelijk materiaal. En 15.000, die kunnen we nog wel tellen en lezen. Maar bovendien weten we ook wat de drijfveren zijn van de evolutie van die virussen. Op het moment dat ze overspringen van het ene dier naar het andere dier of van het ene dier naar de mens, dan weten we wat er in die virussen precies moet veranderen om aan te passen aan die nieuwe gastheer. We weten dat als we griepvirussen bestuderen in de mens, dat de belangrijkste drijfveer van de evolutie op zo'n moment ons afweersysteem is. Die virussen moeten ontsnappen aan ons afweersysteem. En die systemen van virussen in hun gastheer zijn dus zo simpel dat we eigenlijk
die interacties perfect kunnen begrijpen. En als we ze perfect begrijpen en we begrijpen hoe die bouwstenen van het erfelijk materiaal daar zich toe verhouden, dan kunnen we gewoon die evolutie voorspellen. En als we die evolutie kunnen voorspellen, dan kunnen we die evolutie ook voor zijn. Dan kunnen we betere vaccins maken, betere medicijnen en betere preventieve maatregelen treffen. En dat is het doel van mijn onderzoek. U zegt aan de ene kant het is simpel, maar zo simpel zal het er niet zijn. Nou, het is veel malen simpeler dan de evolutie van een plant of een mens of een dier. Griepvirussen hebben maar heel weinig bouwstenen, zo weinig dat ik ze kan tellen en dat ik ze kan lezen en begrijpen wat die bouwstenen mij proberen te vertellen. En de drijfveren van die evolutie zijn ook heel eenvoudig. En omdat we eigenlijk maar een beperkt aantal factoren in de gaten hoeven te houden, kunnen we toch die evolutie gaan begrijpen en dus ook uiteindelijk voorspellen. Maar dat is niet iets wat we doen over een periode van 1 of 2 jaar. Ik hou me nu al 15 jaar bezig met de evolutie van griepvirussen. En ik begin nu de eerste voorspellingen beginnen we nu te testen in klinische studies in mensen. Dat zijn voorspellingen over hoe een griepvirus evolueert in de mens en ontsnapt aan ons afweersysteem, waardoor we steeds die griepriek moeten updaten. En wat we nu aan het doen zijn, we zijn aan het voorspellen hoe de griepvirussen er over 2 jaar uitzien. Dan gaan we nu alvast een vaccin tegenmaken en dan gaan we kijken of die vaccins het toevallig niet veel beter doen dan de vaccins die we nu gebruiken. Dus we gaan nu die griepvirussen voorspellen en vervolgens daar een interventie op leggen om te kijken of we dat kunnen voorkomen. U ontwikkelt zelfs computerprogramma's om dat door te rekenen. Ja, wij zijn in 1998 begonnen met het ontwikkelen van computerprogramma's waarbij we de erfelijke bouwstenen van zo'n griepvirus in kaart brengen en de biologische eigenschappen kwantitatief in kaart brengen. En dan kunnen we precies zien hoe die evolutie van die twee factoren, hè, dus aan de ene kant de genen en aan de andere kant de biologische eigenschappen in de tijd veranderen. En daar herkennen we nu hele duidelijke patronen in. En die patronen zijn zo duidelijk en eenlijnig dat we eigenlijk gewoon kunnen voorspellen wat er hierna gaat gebeuren. Als je evolutie ziet langs een rechte lijn, dan is het niet zo moeilijk om te voorspellen waar het virus over 2 jaar zal zijn, namelijk op een gepaste afstand in die rechte lijn. En dat is eigenlijk wat we vinden in de antigene drift van griepvirussen, dus het ontsnappen van griepvirussen aan ons afweersysteem. En wij denken dat die antigene drift, het ontsnappen, zo voorspelbaar is dat wij nu alvast de griepprik voor over 2 jaar kunnen gaan maken. En op lange termijn, welke belofte houdt dat in voor de toekomst? Nou, kijk, virusonderzoek heeft eigenlijk altijd aan de basis gestaan van heel veel ander onderzoek. Want griepvirussen zijn simpel, dus we beginnen vaak onderzoek met virussen en daarna kan je al die toepassingen ook vertalen naar andere organismen, naar bacteriën, naar schimmels, dan naar planten, dan naar dieren. En uiteindelijk denk ik dat als wij in staat zijn, als wij echt kunnen laten zien dat we de evolutie van een virus kunnen voorspellen, dan zou ik niet weten waarom we over 100 jaar ook niet de evolutie van een plant of van een dier zouden kunnen voorspellen. En dat is een beetje de trend die we hebben gezien uit het verleden, is dat eerste ontdekkingen gebeuren vaak aan bacteriën en virussen, omdat ze klein zijn en eenvoudig te begrijpen. Maar die processen die je daar bestudeert, die zijn exact hetzelfde als de processen in hogere organismen. En dus als wij nu kunnen laten zien dat we iets eenvoudigs als een virus kunnen voorspellen, de evolutie, dan kan dat later ongetwijfeld ook voor bepaalde eigenschappen van hogere organismen. Wat zou dat betekenen? Nou, dat zou kunnen betekenen dat wij nieuwe gewassen of nieuwe rassen of kunnen gaan voorspellen hoe dat zich zal gaan ontwikkelen aan als gevolg van veranderingen in ons ecosysteem bijvoorbeeld. We weten van de evolutieleer zoals Darwin die ooit heeft voor het eerst heeft opgeschreven dat de omgeving bepaalt hoe een organisme evolueert. Dat houdt in dat je door die omgeving te shapen, in vorm te brengen, kan je ook bepalen hoe vervolgens de organismen die daarin leven, kan je ook sturen. Dat is een beetje out of the box denken op dit moment. Want er zijn nu nog steeds heel veel mensen die denken van nou, de evolutie kan je niet voorspellen. Maar ik denk dat wij gaan aantonen dat het wel kan voor eenvoudige processen om te beginnen. Maar dan uiteindelijk kan je dus
ja, diezelfde benadering gebruiken voor hogere organismen. En dus misschien omgevingen aanpassen om evolutie te sturen. Misschien willen we wel weten hoe de mensheid er over 10.000 jaar uitziet. Eigenlijk zegt u, via die kennis over, van virussen veroveren we niet alleen de virussen, maar eigenlijk onze hele erfelijkheid. Ja, door deze virussen gaan we echt de evolutie beter begrijpen. De evolutietheorie is complex, maar aan de hand van zo'n heel eenvoudig virus met weinig bouwstenen en weinig biologische eigenschappen die er echt toe doen, kan je die evolutie doorgronden. En de evolutie van een virus is fundamenteel niet anders dan de evolutie van een plant of een mens of een dier. En dus door die griepvirussen, in mijn geval, of andere virussen, echt goed te begrijpen, denk ik dat we straks inderdaad dat kunnen vertalen naar hogere organismen en dus ook daar evolutie kunnen sturen of voorspellen. Nou, is dat de ene weg? De andere weg is dat je virussen gewoon ook als een soort gereedschap kan gebruiken. Ja, dus die virussen die zijn ongelooflijk eenvoudig. Die hebben heel weinig erfelijke bouwstenen, zeker de virussen waar ik aan werk, RNA-virussen. En die begrijpen we ook volledig, die bouwstenen. Dus we weten precies welke bouwstenen we eruit kunnen halen, hoe we bouwstenen kunnen veranderen, waarmee we de eigenschappen van zo'n virus veranderen. En zo is het, kan het zijn dat een virus waar we 30 jaar geleden nog aan zouden overlijden, het AIDS-virus, HIV, dat het vandaag de dag wordt gebruikt om jonge kinderen met een auto-immuunziekte, met een immuunafwijking, te genezen. Wat we daar gedaan hebben is die AIDS-virussen, HIV, begrijpen we heel goed hoe die zich vermenigvuldigen. We kunnen dan stukjes van het erfelijk materiaal uit het virus sleutelen, waardoor het virus niet meer ziekmakend is. Het kan zich niet meer autonoom vermenigvuldigen. En die stukjes die we eruit halen, die kunnen we vervangen door een gen naar keuze. En het gen naar keuze kan dus bijvoorbeeld zijn een gen wat in een patiëntenpopulatie een defect heeft. En zo zijn er HIV gebaseerde gentherapieën verzonnen, waarbij je een HIV, waar je vroeger ziek van zou worden, verandert met een kopie van een gen, een correct gen, wat in een patiëntengroep defect is. Vervolgens infecteer je die jonge kinderen met dat gendefect, met dat HIV-virus, en die kinderen worden genezen. En dat had je 40 jaar geleden nooit durven voorspellen, dat je een dodelijk virus als het AIDS-virus zo goed begrijpt dat je daar mee kan sleutelen en dat je uiteindelijk dat virus gebruikt om weer kinderen beter te genezen. Je kan die virussen ook inmiddels gebruiken. In plaats van alleen bestrijden kan je ze ook gebruiken. Ja, wij gebruiken nu virussen als methode om defecte genen te repareren in patiëntengroepen. Er zijn patiëntengroepen die een enkel gendefect hebben, een kapot gen, en daaraan al heel vroeg komen te overlijden. Dat zijn immuunafwijkingen. En wat we nu gedaan hebben in de virologie is een HIV, een virus wat 30 jaar geleden nog AIDS-sterfte veroorzaakte, hebben we dusdanig veranderd dat het nu die jonge kinderen geneest. Dat AIDS-virus begrijpen we volledig, alle bouwstenen die kennen we. We kunnen nu de bouwstenen eruit halen waardoor mensen normaliter ziek zouden worden. En die kunnen we vervangen door een gen naar keuze. En in dit geval een correct gen wat in die kinderen ontbreekt. En vervolgens maken we die virussen en gebruiken die virussen eigenlijk gewoon als een methode om correct erfelijk materiaal in een patiëntengroep te krijgen die dat correcte erfelijk materiaal eerst niet had. En dat virus dat nestelt zich in die cellen van die patiënt. En die cellen die groeien uit tot gezonde cellen, omdat ze nu weer een correcte kopie van het gen hebben. En dus virussen waar we 30 jaar geleden aan doodgaan, worden nu gebruikt om kinderen mee te genezen. En als u dat nou doortrekt naar de toekomst, wat zou dat kunnen betekenen? Nou, wij krijgen heel vaak de vraag van al dat onderzoek wat je doet. Je zegt steeds dat het zo belangrijk is voor de fundamentele wetenschap, maar daar zitten natuurlijk wel ook toepassingen aan. Als ik echt begrijp hoe een griepvirus door de luchtwegen wordt overgedragen, hoe het stabiel is in een aerosol of in een luchtwegdruppeltje, en hoe het vervolgens precies welke cellen in de luchtwegen kan infecteren, dan kan je je ook voorstellen dat ik dan ook die virussen na kan bouwen. Dat ik
vetballetjes maakt, wat eigenlijk een virus is, waar ik wat eiwitten op kan zetten, hè, een soort nanoparticle maak, met diezelfde eigenschappen van het griepvirus, maar waar dat vetballetje vol zit voor, met een medicijn. En nu zou ik dus een medicijn kunnen toedienen aan alle cellen in luchtwegen via een spray. Met vetballetjes die op griepvirussen lijken, die airborne zijn, die stabiel zijn in een luchtwegdruppeltje, die de cellen in de epithel van de luchtwegen target. En misschien kan je op die manier wel cystische fibrose patiënten gaan behandelen. En dat is allemaal wishful thinking, dat is allemaal hele lange termijn denken. Maar dat is zoals de wetenschap werkt. Wij doen basaal onderzoek om hele fundamentele problemen te begrijpen. Ja, en welke van die fundamentele problemen dan uiteindelijk tot een geschikte toepassing komen, dat kunnen we nu nog niet voorspellen. We kunnen er wel over nadenken en we kunnen speculeren, maar helemaal zeker weten doen we het nog niet. Dat is op zich gezond. Aan de ene kant bestrijd je ze, aan de andere kant gebruik je ze. Ja, maar de onderzoekslijnen zijn identiek. Hè, van het bestrijden van virussen en het gebruiken van virussen. Die onderzoekslijnen die daaraan ter grondslag liggen zijn identiek. Namelijk, we moeten exact weten hoe zo'n virus werkt. We moeten weten hoe die een cel binnendringt, waarom die cel kapot maakt, hoe zo'n virus verspreidt. En als ik weet hoe zo'n virus zich verspreidt, dan kan ik misschien ook die verspreiding stoppen. Op het moment dat ik weet hoe een virus een cel kapot maakt, kan ik dat misschien stoppen met een medicijn. Als ik weet hoe ons immuunsysteem op een virus reageert, dan kan ik dat immuunsysteem voorbereiden door te vaccineren. En dus het bestrijden van virussen en het gebruiken van virussen ten gunste van volksgezondheid en wetenschap, daar ligt de identieke onderzoekslijnen aan vooraf. Namelijk gewoon in alle detail begrijpen hoe een virus werkt. Nou, worden jullie ook steeds op de hoogte gehouden van ja, mogelijke epidemieën, griepepidemieën, mogelijke pandemieën? Hoe worden jullie daarvan op de hoogte gehouden? Wat doen jullie dan? Nou, we hebben in. Voor wat betreft de epidemieën hebben we in de laatste 15 jaar tools ontwikkeld om die griepvirussen in kaart te brengen. Dus zowel de erfelijke eigenschappen van een griepvirus als de biologische eigenschappen van een griepvirus. Hebben we tools, rekenkundige tools ontwikkeld die evolutietrajecten van die twee eigenschappen kwantitatief in kaart kunnen brengen. Die tools die wij ontwikkeld hebben zijn rekenmethoden van laboratoriumdata. Die worden nu door de Wereldgezondheidsorganisatie gebruikt om alle virussen die over de hele wereld gevonden worden in kaart te brengen. Dus wij hebben nu in real time beschikking over alle data van over de hele wereld, over hoe die griepvirussen zich in de tijd veranderen. Ja, dat is natuurlijk een ongelofelijke bron voor informatie, niet alleen om die griepprik te updaten en beter te maken, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek naar de evolutie van die virus. Als iedereen over de hele wereld voor mij tienduizenden virussen per jaar isoleert en analyseert en die data dan naar ons opstuurt om voor hun te analyseren, ja, dan hebben we natuurlijk geweldige datasets om mee te spelen. En als er nou code rood opeens is, wat gebeurt er dan? Nou, met code rood, dus code rood ontstaat eigenlijk als er nieuwe virussen overspringen uit het dierenrijk naar de mens. En op zo'n moment dan worden natuurlijk laboratoria als de onze, waar een hele brede selectie aan specialismen rondloopt, worden dan gevraagd om te assisteren bij onderzoek. En dat hebben we in 2003 gedaan bij SARS, de uitbraak van SARS. In 1997 de uitbraken van H5N1, in 2012 de uitbraken van MERS, coronavirus, momenteel met de Zika. Dan krijgen wij natuurlijk telefoontjes om te helpen bij die onderzoeken. En dan begint het altijd met hele basale vragen. Waarom springt dit virus over van dieren naar de mens? Waarom worden we er ziek van? Waarom houden we er dood aan? Kunnen we er wat aan doen? Kunnen we vaccins ontwikkelen? Kunnen we medicijnen ontwikkelen? Dat zijn hele toegepaste vragen waar onze afdeling meerdere malen antwoorden heeft op kunnen geven. En dus worden we ook steeds gebeld nu als er weer zo'n uitbraak speelt. Het is een hele eer en het is ook groot plezier natuurlijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de volksgezondheid uiteindelijk. Maar ook dat levert weer materiaal op voor heel veel verder onderzoek. Dus die basale vragen kan je vrij snel beantwoorden. Maar de onderliggende problemen en hoe zo'n virus echt werkt, ja, dat is dan vaak weer tientallen jaren aan research. En die research kunnen wij doen omdat we dus al vanaf het begin bij die uitbraken betrokken zijn. Kunnen we onze
toekomstvoorstellen waarin een soort universeel vaccin is bijvoorbeeld tegen griep? Ja, een van de holy grails in het griepvirusland is natuurlijk een universeel griepvaccin. Momenteel maken we een griepvaccin wat gebaseerd is op het huidige virus wat circuleert. Hè. Dus ieder jaar kijken we in de epidemieën welke virussen gaan er rond. En vervolgens maken we daar een vaccin tegen, heel reactief. Maar er is een enorme diversiteit aan griepvirussen in de natuur. In wilde vogels, in pluimvee, in varkens, in paarden, in honden en in mensen. En het mooiste zou natuurlijk zijn als we een griepvirus hebben wat tegen al die virussen in één klap bescherming biedt. Nou, onze afdeling doet daar onderzoek aan. Er zijn natuurlijk heel veel labs in de wereld, inclusief de farmaceutische industrie. Het heet niet voor niks de Holy Grail. Als je zo'n vaccin kan maken wat tegen al die griepvirussen bescherming biedt, dan ben je natuurlijk in business, om het zo maar te zeggen. En ik denk ook dat zo'n vaccin er wel gaat komen. Misschien dat daar nog 10 of 15 jaar onderzoek voor nodig is. Maar ik ben ervan overtuigd dat we daar gaan komen. We gaan het virus gewoon helemaal veroveren. Wij gaan zeker griepvirussen helemaal veroveren. Mijn verwachting is dat ik over 15 jaar een andere baan moet gaan zoeken. Omdat dan net als AIDS, ook griep, dat je daar niet meer aan hoeft te komen overlijden. Nog even terugkomend op die laboratorium. Je hebt zo'n laboratorium, mensen zijn bang voor. De Amerikaanse overheid was er zelfs bang voor. Zijn er nou allerlei dingen die jullie dan nog steeds geheim moeten houden binnen dat lab? Mijn lab houdt absoluut niets geheim. Mijn onderzoek wordt betaald met belastinggeld. Ik werk heel veel met studenten, masterstudenten, PhD-studenten, postdocs. Die komen uit alle landen in de wereld. En dat doen wij volledig transparant. Wij proberen niks binnen te houden. Er gebeurt natuurlijk wel virologisch onderzoek in zogenaamde classified labs. Labs van het Amerikaanse leger of het Chinese leger of het Russische leger. Die doen natuurlijk ook onderzoek naar biologische oorlogsvoering, dreigingen. Maar dat doen wij niet. Wij doen basaal wetenschappelijk onderzoek om de volksgezondheid en de diergezondheid te helpen. Dat mogen duidelijk zijn. Nog even, wij hebben bij de eenden rondgelopen. Kunt u vertellen waarom jullie die eenden vangen en dan vervolgens gaan bemonsteren? Ja, wilde vogels die vormen het reservoir van griepvirussen. Het is eigenlijk voor alle virussen die we in de mens kennen, die komen oorspronkelijk uit een dier. En wilde dieren vormen natuurlijke reservoirs voor die virussen. Vleermuizen is een beroemd reservoir voor coronavirussen, zoals SARS en MERS. En wilde vogels zijn het reservoir van alle griepvirussen. Dus alle griepvirussen die we zien, vogelgriep in pluimvee, varkensgriep, mensengriep, komt oorspronkelijk allemaal uit wilde vogels. Nou, om die virussen in varkens, mensen, pluimvee te begrijpen en om daar echt wat aan te doen, moet je eerst begrijpen wat er gebeurt in dat reservoir. In dat natuurlijke reservoir, wilde eenden, meeuwen, waar die virussen van nature voorkomen. En dan moet je eigenlijk gaan begrijpen is hoe die virussen evolueren in die gastheren, in wilde vogels, wat de diversiteit is aan die virussen. De genetische diversiteit, de biologische diversiteit. Want je ziet dat sommige van die virussen kunnen wel overspringen naar pluimvee. Sommige van die virussen kunnen wel overspringen naar varkens, maar andere niet. En dus je moet dat onderzoek eigenlijk al beginnen aan de kant van die wilde vogels. En dan is er maar één manier om dat te doen. En dat is heel veel van die wilde vogels vangen. En zo'n geïnfecteerde wilde vogel die scheidt het virus maar 5 dagen uit via de poep. En dus je moet heel veel vogels vangen om al die virussen in kaart te brengen. Nou, dat doen we al 15 jaar in Nederland en dat doen we ook in een aantal andere landen in de wereld. En langzaam beginnen we te begrijpen hoe die virussen over de hele wereld rondzwermen in het achterwerk van een wilde vogel. En hoe die virussen vervolgens terechtkomen in pluimvee of varkens of de mens. En jullie nemen ze dan mee en gaan het hier analyseren? Ja, dus wij hebben een netwerk op gang gebracht van ornithologen. Die opereren over de hele wereld. Sommige van die ornithologen trekken echt zelfs met de vogels mee. En die nemen zo nu en dan wattenstaafjes af van de cloaca, dus het achtereind van de vogel, of de keel, of allebei. En die wattenstaafjes die worden opgestuurd naar mijn lab, waar dan gekeken wordt of daar een griepvirus in zit. En als er een griepvirus in zit,
dan isoleren we dat in het lab, in eieren. En als we dat virus dan hebben gekweekt in een ei, dan kunnen we het genetisch karakteriseren. Dan kunnen we het hele genoom van het erfelijk materiaal van zo'n virus in kaart brengen. En we kunnen het virus de biologische eigenschappen bepalen. En we kunnen kijken of het virus in staat is om zoogdiercellen te infecteren. Of het in staat is om te ontsnappen aan ons afweersysteem. Dat soort zaken. Dus die virussen worden heel uitgebreid gekarakteriseerd. Fijn vraag. Hoe ingewikkeld is het om een virus, jullie kennen die virus inmiddels, om die virussen gewoon te veranderen, aan te passen? Nou, virussen genetisch veranderen, dat is niet zo heel moeilijk voor sommige virusfamilies en heel moeilijk voor andere. Je hebt kleine virussen, grote virussen, RNA-virussen, DNA-virussen. De virussen waar ik aan werk zijn luchtwegvirussen die een RNA genoom hebben, wat niet zo heel groot is. En daarvoor heb je speciale expressiesystemen nodig om die virussen te kunnen maken. Dat is niet eenvoudig, maar wel routine inmiddels. Dus als je eenmaal een goed opgeleid team van moleculair biologen hebt, dan kan je iedere dag een paar nieuwe virussen maken. Dat gaat heel snel. Maar als je nu dat als nieuwe onderzoeksgroep zou willen opzetten, dan ben je er een jaar 5, 6, 7, 8 mee bezig voor je dat in de vingers hebt. Het vereist wel een hoge specialisatiegraad. Voor jullie is het goed te doen? Voor ons is het heel goed te doen. Wij doen dit dagelijks. Dagelijks maken wij virussen met 1, 2, 3 punt mutaties in de genen. Soms maken we virussen waar we genen aan toevoegen, bijvoorbeeld fluorescerende eiwitten. We maken dan een fluorescerend virus, een virus waar we heel mooi kunnen volgen hoe het bijvoorbeeld een proefdier, een muis of een vet ziek maakt. Dan voegen we gewoon een gen toe aan zo'n virus. Maar soms dan halen we een gen uit om te kijken hoe je zo'n virus kreupel kunt maken en misschien wel tot betere vaccinkandidaten kan maken. Het is op zich fascinerend. Hè? Dus ze zijn zo klein dat je ze niet eens met een gewone microscoop kan zien. Je kan ze eigenlijk nauwelijks zien. Zelfs met de beste microscopen is het heel lastig om ze te zien. En je kan ze toch veranderen. En hun erfelijke eigenschappen helemaal aanpassen. Ja, dat erfelijk materiaal van zo'n virus kan je kloneren. Kan je in een bacterie opgroeien. Zodat je heel veel van het erfelijk materiaal hebt. En dan kunnen we het knippen en plakken. Zo heet het dat, om het maar heel simpel te zeggen, kan je gewoon stukjes DNA en RNA knippen en plakken. Dus je kan alle combinaties maken die je wil. De meeste combinaties die je gaat maken zijn natuurlijk, heb je het verkeerd aan elkaar geplakt en dan doet hij het niet. Maar als je genoeg van zo'n virus weet, weet je exact waar je kan knippen en plakken en hoe je moet knippen en plakken om daar aan zo'n virus iets te veranderen. Nou, vervolgens, als je dan geknipt en geplakt hebt, dus je hebt mutaties aangebracht, veranderingen in het erfelijk materiaal, dan kan je dat DNA weer uit een bacterie halen en nu in een zoogdiercel brengen, in een kweekschaaltje. En dan, als je dat met een goede DNA doet, dan kan er weer een virus ontstaan. Maar het klinkt heel eenvoudig en is het ook, als je eenmaal weet hoe je het moet doen. Maar als je als leek hier aan gaat staan, dan gaat het je niet lukken. De andere kant van die virus is dat het een soort machines lijken af. Zo geometrisch zijn ze, zo bijzonder van de structuur. Ja, virussen zijn natuurlijk gewoon eigenlijk kleine nanomachientjes. Dus een stukje erfelijk materiaal, dat zit dan heel nauw ingepakt in eiwitten om dat erfelijk materiaal te beschermen. Daar zit dan een paar eiwitten aan, dat heet de polymerase, die zorgt ervoor dat als dat erfelijk materiaal in een cel terechtkomt, dat het erfelijk materiaal vermenigvuldigd wordt. Nou, dat erfelijk materiaal moet natuurlijk beschermd worden tegen de buitenlucht, dus het zit ingepakt vaak in een vetbolletje. En aan dat vetbolletje zitten dan een paar stekels aan. En die stekels die zorgen ervoor dat het vetbolletje kan hechten aan de cellen die geïnfecteerd moeten worden. En dus eigenlijk is het gewoon een nanomachientje. Het is een vetbolletje met een stukje erfelijk materiaal en wat eiwitten die maken dat het virus een cel kan infecteren, vermenigvuldigen, eruit komen en de volgende persoon kan infecteren. Nou, die eigenschappen kan je natuurlijk ook gebruiken
ten gunste van ons. Als ik dus een stukje erfelijk materiaal in een cel wil brengen, nou, dan kan ik daar dus een virus voor gebruiken. Ik kan zelfs, afhankelijk van het virus wat je bestudeert, kan een luchtwegvirus zijn, of een levervirus, of een virus in je bloed. Kan je op grond van die eigenschappen van het virus, kan je dus in principe nieuwe nanomachientjes maken die een erfelijk materiaal kunnen targeten in de cellen van mijn bloed, of in de cellen van mijn luchtwegen, of in de cellen van mijn lever, et cetera. En daar gebruiken we virussen nu voor. Dat gebeurt ook echt nu. Dat doen we nu al. Hè. Dus we kunnen nu patiënten met immuunafwijkingen, kunnen we genen in die immuuncellen in het bloed brengen, waardoor genen gerepareerd worden. We kunnen virussen die alleen normale cellen doodmaken, kunnen we zo targeten dat ze met name tumorcellen kapot gaan maken. En dan kunnen we dus virussen gaan gebruiken om kanker te behandelen. Dat zijn allemaal toepassingen in de virologie die nu al worden uitgevoerd. De eerste medicijnen zijn op de markt om gendefecten te repareren en om kanker te genezen. Waar brengt ons dat? Nou, uiteindelijk denk ik dat de virologie heel veel gaat doen nog voor de volksgezondheid. En dat we heel veel kankers en gendefecten kunnen oplossen door het genetisch modificeren van virussen en die genetisch gemodificeerde virussen te gebruiken om mensen en dieren ermee te genezen. Is het een belofte of zegt u van, nou ja, er is een grote mate van waarschijnlijkheid in, maar we weten het eigenlijk niet zeker of het lukt? Nou, er zijn nu al diverse ziekten op te lossen door gebruik te maken van virussen. Hè, dus gendefecten in patiënten kunnen we herstellen door gebruik te maken van het AIDS-virus. We kunnen melanoom, huidkanker, gedeeltelijk genezen door het gebruik van herpesvirussen die genetisch zijn gemodificeerd. Er wordt momenteel keihard gewerkt, ook door mijn groep, aan andere virussen die heel specifiek tumoren kunnen infecteren, tumorcellen kunnen infecteren, daar een massale immuunreactie kunnen geven, waardoor ons afweersysteem die tumoren nog verder gaat opruimen. Dat heet oncolytische immunotherapie, waarbij je een virus target om tumorcellen dood te maken en bovendien een immuunreactie, een afweerreactie op te richten... tegen die tumorcel. En je eigen lichaam eigenlijk die tumor opruimt. Dat werkt fantastisch al in muizen. En we hebben hier in het lab pancreastumoren in muizen geïmplementeerd. En als je daar dan een gemodificeerd virus op loslaat, dan verdwijnt die volledige tumor. Nou, daar is natuurlijk nog wel wat onderzoek voor nodig voordat we dat ook in de mens kunnen uitvoeren. Maar daar wordt nu heel hard aan gewerkt. En het is mijn overtuiging dat over 10-15 jaar een groot aantal kankers op te lossen is, ofwel door immuuntherapie alleen, ofwel door die viro-immuuntherapie combinatie. Virus als een soort universeel medicijn bijna. Ja, virussen als een soort engineered nanoparticle wat je heel specifiek kan targeten, en waar je die prachtige biologische eigenschappen van een virus nu niet ten gunste van het virus kan gebruiken, maar ten gunste van de gastheer.